De levensberoving van ondernemer John Fasilda aan de Javaweg geeft voor de zoveelste keer aan dat de criminaliteit zich aan het verruwen is. Dit zei korpschef Ruben Kensen gisteren tijdens een regeringspersconferentie. De politiebaas merkt verder op dat klaarheid is gebracht in het groter deel van de misdrijven die de politie heeft onderzocht in 2022. De politie zit niet stil. Wij hebben het afgelopen jaar tot december toe 71% van alle haalsmisdrijven hebben we opgelost. Ook in dit recent geval is er een aanhouding. Maar ultima ten goede, inhoudelijk ga ik daarop niet op in, omdat wij dan andere diensten het gras voor de voeten niet mogen wegmaaien. Wij moeten ons eigenlijk houden aan oppervlakkige informatie en niet diep gaat in op het verdere onderzoek. Want het onderzoek is nog gaande. Wij zijn ten alle tijde ter beschikking van het volk. Wij zijn er om het volk te dienen. Wij hebben een samenwerking met het Nationaal Leger, met de andere overige veiligheidsdiensten die wij verder zullen uitdiepen. Kensen zegt verder dat continu geëvalueerd wordt door justitie. Hij merkt ook op dat scholen vanaf nu via de afdeling Public Relations van de nodige preventie zullen worden voorzien. Ook roept de politiebaas de samenleving op om informatie te delen met de justitiële autoriteiten. Hoofdcommissaris van politie Orlando Chakot zegt dat er meer roadblocks aan te pas zullen komen bij politieacties. Wat we gaan doen, we gaan het dan gewoon intensiveren. Je gaat het dan opmerken. We noemen het maar operatie Zero Tolerance. Je gaat dus van start gaan en we gaan roadblocks houden. We gaan veiligheidscontrole houden. Voertuigen met donkere ruiten, mica-platen. Alles gaan we dus aanpakken. We gaan dus ook invallen doen. Gevaarlijk en onverantwoord regelen. Dat zijn zaken die we ook gaan aanpakken. We praten over hangmensen, mensen die voor enorme overlast zorgen voor winkels, maar ook andere plaatsen waar openbare vermakelijkheden worden gehouden. Ook daartegen zullen we optreden. Er is ook een ander probleem, vooral in de binnenstad, foutparkeerders. Mensen die geen rekening houden met de overige weggebrekers. Gewoon op de weg parkeren en weer zaken gaan doen. Al deze mensen gaan we aanpakken. Als we praten over zero tolerance, dan weten we dus dat er geen excuus is. Als we moeten wegslepen, gaan we wegslepen. Chakot zegt verder dat de resultaten van politieoptredens in de komende tijd ook met de samenleving gedeeld zullen worden. Er is volgens de hoofdcommissaris veel werk verzet. De recente statistieken liegen er niet om.